Desiree is kinesitherapeut, maar in haar vrije tijd is ze voornamelijk bezig met het trainen van Kito. Ik oefen nu met hem dat hij balans houdt. Die bal die is heel instabiel, die wiebelt heel erg. Je ziet dat zijn billen regelmatig trillen en dat hij moet bijsturen. Ook omdat de bal glad is en zijn billen wegglijden. Maar dat kun je dus heel mooi terugzien in de spot met de wasmachine. Dat hij daar dus op die wiebelende wasmachine eigenlijk totaal geen problemen mee heeft. Hij vindt het heel erg leuk om te doen. Dit is misschien wel zijn meest favoriete oefening met de bal. Desiree oefent wekelijks zo'n 4 uur met Kito. En nu zie je dat hij heel erg met zijn spieren moet corrigeren om die bal te laten liggen. Nee, er is niks getrukkeerd. Nee. Sommige honden die kun je pakken, die kun je neerzetten, die kun je omduwen, die kun je een beetje schuiven, daar kun je aan duwen, daar kun je een pootje pakken en dat pootje naar voren uitsteken. Als je dat bij Kito gaat doen, dan ben je hem meteen kwijt. Dat is echt een hond die het ofwel zelf doet en als hij het niet zelf doet, dan gaat het niet gebeuren.